Maar ik denk dat er vandaag, nu het zonnetje er is, ook iemand anders op een bijzondere manier in het zonnetje moet worden gezet. Het is op momenten waarop ik de microfoon vast heb, een klein beetje spannend altijd. Want wij willen met de NMU en het bestuur mensen die zich inspannen voor de NMU en iedere keer dingen voor elkaar krijgen die anderen niet doen, op een bijzondere manier een opsteker geven. En vandaag gaan wij dat opnieuw doen. Daar wil ik Herman Zijmen even kunnen helpen, want ik weet niet hoe die standaard. Kan je hem even vasthouden? Dan heb ik mijn handen vrij. Super. Het is namelijk zo dat de eerste die ik graag even naar voren wil vragen is Martijn Martel. Alle oorkondes die straks eruit gaan, dat werkt tegenwoordig heel modern met kleine stickertjes. Maar ik heb speciaal voor Martijn heel stiekem een klein stickertje achtergehouden. En daarop staat de eerste prijs kindergoochelen. Want ik vind dat jij een extra en speciaal applaus verdient voor alles wat jij eigenlijk de hele dag hier binnen hebt gedaan. Wat hebben de mensen van je genoten? Laat het horen! Dankjewel Martijn, dat applaus was voor jou. Ga nog maar even wat draaien, een plaatje of zo. Dan zijn er andere dingen. Te fijn Herman dat je me helpt. Jij staat ook voor iedereen klaar op zo'n dag. En ja, we staan ook een beetje nauw. We staan niet helemaal op dezelfde hoogte, zeker vandaag niet. Dames en heren, Herman die heeft een jubileum vandaag. Herman heeft nu al... Nee, het gaat heel goed, dankjewel. Herman die is nu al 5 jaar, heeft hij Boulevard of Magic hier neergezet. Natuurlijk niet in zijn eentje, maar Herman is wel de spil. Herman zorgt ervoor dat als het ontzettend slecht weer is, dat we in een hotel terecht kunnen. Herman zorgt dat goochelaars die op andere plekken werken dan met een concours zich kunnen laten zien. En dat de NMU, onder jouw organisatie, het NK straatgoochelen ook weer op de kaart heeft staan. Ik vind het een applaus waard, maar meer dan een applaus. Jij staat hier natuurlijk niet voor niks als levende microfoonstandaard. En wat fijn dat u het open wil nemen, maar dit had een reden. Dit had een reden, dank u wel. Dat hoeft niet, want het had allemaal een reden. Maar ook voor deze meneer even een applausje. Als er iemand kan improviseren. We hebben alles onder controle, dat had een reden, want ik wilde Herman hier graag hebben staan. Guillaume, ik heb hier een oorkonde, beste Herman. En helaas is hij door het vervoer een klein beetje verschoven, zoals de planning ook wel is verschuift. Maar dat hoort bij de wind. Ik lees hem kort voor en dan gaan we over naar het NK. Een pluim van de president. Aan jou een pluim uit te reiken en te bedanken voor de bijdrage aan de Nederlandse goochelkunst en de inzet voor de stichting NMU. Namens alle goochelaars van Nederland wil ik je bedanken voor alles wat je hebt gedaan en enthousiasmeren om je werk met veel plezier voor te zetten. Ik hoop dat deze pluim een ware opsteker voor je is. De president van NMU, Jasper Oberon, deze is voor jou. En dan komt de handschoen. En dan komt nu mijn spannende moment. En dames en heren, Herman heeft vandaag wel 100 vragen aan zijn hoofd gehad. Waar is dit? Kan je helpen? Hoe zit het met de ballen? Wie moet waar staan? En daarom wil ik vragen om de rest van de dag niets meer van importantie aan Herman te vragen. Maar alleen nog complimentjes te geven. Het applaus is voor jou.